Het schijnt zo dat ik 70 word. En dat is wel, ja, een heel bijzonder iets dat ik op mijn 70ste nog mag zingen. Ik verheug me daar heel erg op. Ik ben in 1964 begonnen met Ramse Shaffy. En sindsdien, ja, ik was meteen ontdekt, dus ik hoefde niet te vechten om een plaatsje in de showbiz te krijgen. En ik heb zulke mooie, prachtige dingen gedaan dat ik, ja, ik hou niet op. Zolang ik mag zingen, zing ik mee. Ik heb heel veel hoogtepunten, maar één daarvan is de ontmoeting met Mieke Theodorakis en het zingen van de Mauthausen liederen die ik nog steeds zing. Doodgaan duurt maar heel even. Liefde duurt wel zo lang. Edith Piaf, die mij ontdekt heeft, of andersom. Ik heb Brel mogen ontmoeten. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, spreekt zich na wat rust toch het vuur weer banen. En Frank Boeien heeft mij weer naar een andere richting gestuurd, namelijk Nederlandstalige pop. Toen zag ik jou, ik ben zoveel voor je geweest. Ramses uiteraard. Het is weer zo'n wonder en een cadeau dat wij elkaar hebben ontmoet in dit leven. Dat wil zeggen, ik ben geboren in Indië en hij in Neuilly-sur-Seine in Frankrijk. En dankzij de Grote Oorlog hebben wij elkaar ontmoet in Amsterdam. En dat heeft zo mogen wezen. Dat is bijzonder. Ramses is absoluut een onderdeel van mijn leven, nog steeds. En wij hebben al die jaren van elkaar gehouden. En zonder Ramses had mijn carrière er totaal anders uitgezien. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la. En de regisseur Eddie Habbema gaat mij regisseren, ons, de band en ik. En ik denk dat wij de echte hoogtepunten gaan behandelen, ook in het repertoire. Want ik heb natuurlijk heel veel gezongen. Echt feestvieren op het toneel met herkenbaar repertoire door de jaren heen. Een mens wordt maar één keer in zijn leven 70 en dat wil ik vieren. En heel graag met u, dat u naar het theater komt om met mij te vieren dat wij er nog zijn met z'n allen.